Kerst is een van de meest gezellige periodes van het jaar, ook op Schiphol. De luchthaven is zowel voor als achter de paspoortcontrole dan ook helemaal in kerstsfeer. We willen de mensen graag een warm gevoel geven, dus daar hebben we ook alles weer aan gedaan om het gezellig te maken en de passagiers een gastvrij thuis te geven. En een van de dingen die we hebben gedaan is hier een enorme decoratie geplaatst. Echt helemaal in thema van deze lounge eigenlijk, die is in Dallas Blauw helemaal gedecoreerd. Wat wij hier laten zien is de 11 stedentocht. We hebben alle steden die daar worden aangedaan, hebben wij hier gevisualiseerd. We hebben dit jaar het thema Magic Christmas. We hebben dit jaar in totaal 22 trailers met kerstmaterialen naar binnen gereden. Vandaar dat we eigenlijk bijna alles in de nacht doen. Ja, best wel een complexe organisatie waar een hoop voorbereidingstijd ook in gaat zitten. Onderdeel daarvan is ook een viertal verschillende flashmobs. De spontaan opgezette acties die wij natuurlijk wel geregisseerd hebben. Die door medewerkers van Schiphol in de breedste zin van het woord uitgevoerd gaan worden. En ik beloof jullie dat gaat echt spektakel worden. Schiphol wenst iedereen mooie en gezellige kerstdagen toe.